Voilà, we kunnen eraan beginnen. We zijn al aangekomen in de zaal. Het is hier heel gezellig al, sowieso. Maar we gaan er nog een beetje extra gezelligheid in creëren. Ik dacht aan pastelkleuren. Lila, roze en dan nog een klein accentje geel. Goed? Ja. Akkoord? Maar we gaan beginnen met de tafel. Dat moet echt de eyecatcher worden. Dit is tulle. Ik weet niet of dat jullie weten wat dat precies is. We maken daar balletrokjes van. Maar wij gaan het vandaag gebruiken om de tafel te versieren. Wat hebben we nog nodig? Een laken. Die tulle wordt daar dan ook netjes aangestikt, waardoor het lijkt alsof dit eigenlijk een heel grote, ja, een heel groot balletrokje wordt. Goed? Maar we gaan eerst de tafels nog goed zetten. Ik denk dat jullie twee daar de geschikte persoon voor zijn. Want jij kan stikken, ja, hè? Jou heb ik nodig. Ja. Okay. Voilà. Voilà. Om te beginnen gaan we eerst een ronde tafeldoek knippen. Ja. We gaan rekenen vanaf de onderkant van de tafel plus 2 centimeter. Ja. En die cirkel gaan we nu tekenen. Okay. Alright, dan gaan we ze nu knippen. De cirkel rond en we gebruiken daarvoor een kartelschaar. Dat is een goede tip. Ja. Anders begint dat onmiddellijk uit te rafelen. En dat is niet de bedoeling. Oké. Okay. Goed, dat is klaar, hè? We gaan even kijken wat het mooi oppast. Dit was een makkie, Sarah. Ja, ja. Niet echt het serieuze werk. En daarom zit jij in mijn team. Jij kan stikken. Ja. Voilà. Voor we de tulle aan de tafeldoek gaan stikken, gaan we de tulle fronsen. Hoe doen we dat? Wel, we hebben hier 2 laagjes tulle, dubbel gevouwen, op 1 centimeter van de plooi. Gaan we dat gewoon recht stikken met de grootste steeklengte. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Succes. Ja. Klopt, hè? Ja, hè? Je hebt dat nog gedaan, zie ik. Ik maak mijn eigen kleren. Is waar? Alles? Ja. Grotendeels. Amai. Vooral voor mijn kinderen ook. We hebben nu 2 draden die door de tulle gestikt is. 1 draadje hou je vast en het ander trek je samen totdat de hele stof gefronst is. Voilà, dat is gefronst. En dan gaan we dat nu helemaal aan het tafelkleed vaststikken. Maar eerst vastspelden natuurlijk. Voilà, ze. Goed. Voilà, we gaan eens kijken, hè. Spannend. Een tutu-tafel. Zie ik hier mooi. Het is toch een echte eyecatcher, hè? Goed, hè? Oh, ik vind het echt mooi. Bij een babyborrel hoort natuurlijk ook doopsuiker. Ik heb confituurpotjes meegebracht, mini-confituurpotjes. Die gaan we alvast vullen met doopsuiker. Steven, dat is iets voor jou. Niet opeten, gewoon vullen. Voilà. Wij gaan iets anders doen met de dekseltjes. In dit zakje zitten kleine mini-babytjes. Oh, ja. Schattig, hè? Ja, ja, ja. We gaan die met alle slijm op de dekseltjes bevestigen. Mm-hmm. En als ze er goed aan vastkleven, gaan we ze overspuiten met een paarse kleur. Ja. Goed? Je doet een beetje alle slijm aan de voetjes en een beetje alle slijm op het dekseltje. En wij kunnen ondertussen de potjes... Ja. Goed gewerkt, Steven. Oh my. Dank je. Wat zwaar werk, hè? We gaan er een strikje rond doen, hè, met raffia. Dat is toch net iets feestelijker, hè? En dan heb ik nog een heel plezant werkje. Steven? Yes. Jouw dochter, haar naam, Livia, staat hierop enkele keren. En je mag de naam van jouw dochter hier gewoon in cirkels uitknippen. Uitponsen eigenlijk. Voilà.
gaan we doen? We gaan lampionnen de kleur geven, de pasteltinten die hier al aanwezig zijn. En we gaan dat doen met het dip-and-dye-principe. Dippen in verf. Dus je duwt dit er gewoon in. Voilà. Dus we nemen een emmer, we gaan die daarin dippen en dan ronddraaien. En als je dat gedaan hebt, haal je dat daar gewoon uit. En voilà, kijk, ik heb hier al een mooie wasdraad gehangen. Hij moet helemaal gevuld worden met lampionnen die we dippen en draaien. Voilà, kijk. Voilà. Nummer 1. Ik ga Sarah ondertussen meenemen. Wij gaan confetti-slingers maken. Ja. Goed? Succes, mannen. Ja. I wanna take you somewhere, you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string. Sarah, ik dacht, we hebben nu al die lampionnetjes, dat het heel leuk zou zijn om dat te gaan combineren met toffe slingers. Ah. Ik heb een heel leuk idee, iets ongelooflijk simpel, de confetti-slinger. Ziet er mooi uit, hè? Ja, ja, heel mooi. Wat hebben we nodig? We hebben een pons nodig. We hebben pastelgekleurd papier nodig. We gaan daar grote confetti's uit ponsen. Als je een stapeltje confetti's hebt, dan ga je die gewoon aan elkaar stikken. Zo simpel is het. Alsjeblieft. Okay. Dat gaat eigenlijk vanzelf. We hebben al lampionnen gemaakt, we hebben al confetti-slingers gemaakt. Nu gaan we nog iets in elkaar boksen om op tafel te zetten. We gaan vaasjes maken. Hoe gaan we dat doen? Wel, we hebben bokaaltjes verzameld. We gaan ze langs de binnenkant schilderen. Daarvoor gebruiken we synthetische witte lakverf als basiskleur. Voilà. En dan doen we daar gewoon pigment bij. Wij gaan voor de pastelkleuren, dus hier gaan we lichte roos mee maken. We vullen het bokaaltje met een heel klein beetje verf. En dan is het eigenlijk heel eenvoudig rustig draaien. Zo, voilà. En nu laten we dat helemaal uitdruppen. Ja, oké. Okay. Voor de tweede techniek hebben we een ballon nodig en een bokaal. Knip de bovenkant van je ballon een stukje open en trek hem als een kous over je bokaal. Even glad strijken, het ventiel naar binnen plooien en je vaas is klaar. En dan hebben we een bloemetje en een takje en dat past daar perfect in. Zo. Schoon, hè? We gaan glazen pimpen, zodat ook de glazen passen in het interieur. Wat hebben we nodig? Een glas. We hebben ook een lijmpistool nodig en wol. Lijm het uiteinde van je wol onderaan de steel van het glas en draai rondjes tot helemaal bovenaan. Rijg er een naamkaartje aan en zet vast met een pareltje.